Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened. Benji is deze winkel waar je in staat. Het is een soort skateboard lifestyle winkel. DC is een skateboardschoenenmerk uit Amerika. En ja, die maken skateboardschoenen. Ik heb een schoen met ze samen gemaakt. En daarom staan we hier. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. Dus dat is eigenlijk een link. Er is een soort collaboratie geweest tussen bepaalde winkels en DC. En die hebben dan een schoen mogen ontwerpen voor ze. En ik ben er één van geweest. En waarom hebben ze jou uitgekozen? Ze hebben Piet Parra benaderd. Parra is een graphic designer, die heeft ook mijn logo gemaakt van mijn winkel. En die zijn kantoor stond vroeger hierboven. En ze belden hem op of ze niet een winkel wisten waarmee ze iets konden doen. En toen heeft Parra een beetje doorgeschoven naar mij, naar beneden. Dus zo is het eigenlijk gekomen. En jullie zijn dus de eerste Nederlandse winkel die een eigen schoen op de markt brengen, zei het met een Amerikaans merk samen. Ja, dat blijkt zo te zijn, ja. Ik heb er ook nog nooit eerder van gehoord dat een Nederlandse winkel zoiets heeft gedaan. Nee, ze zitten top. Ja, kijk, het is een vulkanijs schoen, dus dat betekent dat het een gelijmde zool is. Dus het is een vrij platte schoen, maar om te skateboarden is het perfect. Weet je, een skateschoen maakt een skateschoen doordat de zool ook wat breder zijn, zodat je niet zo snel door je enkel heen kan. En is deze schoen per vandaag ook meteen in alle andere Europese winkels te verkrijgen waar die verkocht gaat worden? Of moeten ze in de rest van de wereld nog even wachten? Nou, het stomme is dus, ik ben eigenlijk de laatste die hem gereleased heb. Het punt is, ik heb ook kleding erbij laten maken en petten en zo. En die waren nog niet op tijd klaar. Dus eigenlijk, de rest van de wereld heeft voor mij al vorige week gehad. Hij wordt wereldwijd verkocht in boutiquewinkels zoals deze, laat maar zeggen. Dus elk land wat DC verkoopt, daar wordt hij ook verkocht, laat maar zeggen. Dus dit is niet de enige winkel in Amsterdam waar die verkocht gaat worden? In Amsterdam wel, ben ik de enige winkel, omdat het natuurlijk mijn schoen is. En voor de rest wordt hij in Arnhem verkocht bij Frisco en Woei in Rotterdam. En Rue Issue in Tilburg. En dat was er wel volgens mij. Vanavond doen we een release party en een soort perspresentatie. Dat doet DC dan, want ik wou in principe niet op het podium gaan staan en zeggen, oh, weet je. Dus dat heb ik aan hun overgelaten en daarna doen we een feestje en we hebben een speciale gast die gaat optreden en leuke DJ's en puin over gewoon nog een goodie tour, dus we gaan nog wat shirts uitdelen. Everybody's smiling, it's